Normaal zitten we met lijsttrekkers hier aan tafel. De vraag is, waar is Frans Timmermans? Ja, die is Limburg. Ergens in het land, maar niet hier. Waarom niet? Dat weet ik echt. Ja, omdat hij in het land is. Omdat hij niet zoals wij in de Kamer zit. Nee. En we hebben afgesproken dat hij de eerste tijd dat hij hier is, omdat hij ook weer uit Brussel terug moet komen, Nederland moet leren kennen, vooral het land ingaat om de mensen te praten. Nederland moet leren kennen. Ja. Ja, hij komt uit Limburg. Ja, goed punt. Maar hij is een tijdje weg geweest. Dus hij gaat, net als wij af en toe doen, op werkbezoek. Alleen dan heel intensief. En is dus gewoon oprecht nauwelijks hier. Ik heb hem zelf ook nog bijna niet hier gezien. Is dat niet gek voor een lijsttrekker die nauwelijks dan in het land is? In aanloop naar de verkiezingen? Terwijl die zijn over iets meer dan een maand. Ja. Ja, maar de vraag is, wat moet hij hier doen? Hij kan toch veel beter in het land met jullie leren kennen. Ons spreken, de media te woord staan. Exact.